Over de hele wereld zijn er zo'n 65 miljoen kilometer aan wegen geasfalteerd. En dat is niet gek, want er is geen één andere verharding die het zo goed doet als asfalt. In Nederland is er bijvoorbeeld 60% van de wegen geasfalteerd. En niet alleen wegen worden geasfalteerd, maar denk ook aan landingsbanen, bedrijfsterreinen en ook deze drift track. Zoals je ziet heeft asfalt heel wat te verduren. Het is daarom ook heel erg logisch dat na verloop van tijd er gebruikssporen op je terrein terechtkomen. Denk hier aan scheuren of spoorvorming en er is niks vervelender dan dat. Maar ik heb begrepen dat hier nu een oplossing voor is en daar gaan we nu een kijkje nemen. Mijn naam is Rosalie Geeuwt en ik sta hier bij Zwammerdam Groep. Deze plek is niet geheel onbekend voor mij, want 60 jaar geleden heeft mijn overgrootopa dit bedrijf opgericht en ik ben er zelf nu ook werkzaam. Vandaag gaan we in gesprek met Hans Duiker. Hij is mijn collega en heeft al 30 jaar vakervaring en gaat ons meer vertellen over Flexforce. Hans, we staan nu op het bedrijfsterrein van Zwammerdam Groep en hier is het nieuwe asfalt aangebracht. Maar wat is nou precies het verschil tussen normaal asfalt en het asfalt wat jullie hier hebben toegepast? Dit asfalt heeft een langere levensduur. We kunnen de levensduur verlengen met 50%. Het is duurzamer. We kunnen de laagdikte reduceren. En het is goed bestand tegen scheur en spoorvorming. Ik kan me voorstellen dat dat een hele verbetering is ten opzichte van normaal asfalt. Maar hoe kan het dan dat eigenschappen zodanig veranderen dat het asfalt 50% langer meegaat? Dat komt door een speciaal ontwikkelde vezel. Dit is de vezel die we door het asfalt heen doen. Flexforce noemen we dat. Flexibel en sterk. Het lijken wel allemaal kleine haartjes en de kleur is ook vrij heftig. Maar ga je dat dan niet terugzien in het nieuwe asfalt? Nee, die vezel die zie je niet terug in het mengsel. Bij de asfaltinstallatie wordt het op de juiste manier gemengd aan het asfaltmengsel. Maar om dat te laten zien, neem ik je mee naar de molen. We zijn nu bij de asfaltmolen in Amsterdam. Hans, kan je uitleggen hoe we van deze grondstoffen asfalt maken? Ja, tuurlijk. Je ziet hier de stenen en het zand liggen. Die worden op de juiste manier gedoseerd en die gaan uiteindelijk de asfaltmolen in. Dan wordt het verwarmd in een grote trommel. Dan wordt het uitgezeefd nog een keertje. Dan komt het in een mengbak terecht. Wordt het goed door elkaar gemengd. Dan komt de bitume erbij en de vulstof erbij. En uiteindelijk gaat het naar een opslagsilo waar het af wordt gehaald door een vrachtwagen. Oké. Het maken van asfalt, dat is mij duidelijk. Maar wat is er nou anders wanneer we Flexforce maken en dus de vezel toevoegen dan wanneer we normaal asfalt maken? Nou, dat verandert niet veel. Wij voegen deze vezel op een juiste en doordachte manier toe aan het proces. En uiteindelijk krijgt het asfalt met vezels betere eigenschappen. Als ik zo naar de vezels kijk, dan lijkt het een beetje op plastic. Smelt dat dan niet in het asfaltproces? Nee, dat is het bijzondere van deze vezel. Deze is zeer bestand tegen hoge temperaturen. Het asfalt met de vezel wordt dus verwerkt in de asfaltmolen. En als het de molen verlaat, wordt het verwerkt. Maar je ziet het niet meer terug in het asfaltmengsel. Maar hoe kan je dan aantonen dat het echt werkt? Dat klopt. Die vezel zie je niet meer zitten in het asfalt. Ze hebben in Amerika jarenlang onderzoek gedaan. Maar om het op een simpele manier te laten zien hoe nou die vezel werkt, heb ik hier twee stukken papier. Eentje met vezel en eentje zonder vezel. En probeer jij maar een stuk te scheuren. Oké. Zoals je ziet gaat het heel makkelijk. Maar nu heb ik hier ook vezelpapier. Probeer dat maar een stuk te scheuren. Als je deze wil vasthouden. Oké, dan je ziet al de vezels eigenlijk door het papier heen lopen. Nee, dat lukt niet. Nee. Nou, ik denk dat dat wel aantoont wat de vezel ook in het asfalt doet. Ja, klopt. Ik wil je bedanken voor je duidelijke uitleg over Flexforce.
Maar nu ga ik eerst kijken of ons eigen trein wel echt zo bulletproof is. Het is nu een aantal weken geleden dat we Flexforce Asfalt op ons eigen terrein hebben aangebracht. En zoals je ziet heeft het geen enkel probleem met het gebruik door deze grote jongens.